In deze video hebben we het over anale seks. Omschrijf dat eens in één woord. Heerlijk. Ja. Intens. Oh. Ja. Intens. Gevoelig. Een experience. Een sensatie. Een belevenis. Ja, gespannen. Nou. Ja, spoelen. Diep. Ik denk dat het sowieso wel gevoelig is als je anale seks überhaupt hebt, ook op een goede manier. Je voelt tintelingen overal in je benen. En... Je voelt het gewoon in heel je lichaam en zeker wanneer de prostaat goed geraakt wordt. Ik vind dat echt heel erg intens, ja. Ja. Kan je iets vertellen over de laatste keer anale seks? Ja, nou, de laatste keer was gisteren. Gisteren. Inderdaad, we wisselen heel vaak af en ook wel is dat je gewoon op dezelfde avond allebei afwisselt, dat kan ook heel fijn zijn. Wat er basically gebeurde is dat wij natuurlijk weer aan het knuffelen waren, aan het zoenen waren. Ik had hem sowieso gepijpt, want dat vind ik fijn om te doen. En op een gegeven moment lag ik op mijn rug en hij zeg maar hier bij mij. En basically tilde hij me gewoon op. En I knew that it was going to happen. Nou, eigenlijk volgens mij was het toen we, voordat we ergens naartoe moesten, snel alles uitgooien. Ja, toen hadden we seks. We waren allebei niet klaargekomen. Maar het was wel lekker. Het was wel, ja, voor mij gaf het voldoening. En hoe weet je dan precies dat iemand klaar is voor penetratie? Blijven inchecken, denk ik. Want ik hoor heel vaak dat iemand je misschien wat verder krijgt en sneller verder krijgt dan je misschien zelf echt had gewild. Meestal zeg ik dat. Ja. Hij laat het heel goed merken met je lichaam, met hoe dit tegen me aankruipt. Dat hoef ik me nooit af te vragen bij jou. Met vingers werken. Als je denkt van oké, nou eentje gaat nu al makkelijker, dan de tweede gaat ook al fijner en dan weet je ongeveer al wel, are you ready? Oké. Ik heb persoonlijk nog een salfje waarbij je kringspieren heel erg gaan ontspannen. En dat helpt. I'm gonna hit you up. Het helpt gewoon om het te stimuleren, om het wat wijder te maken, om toegankelijker te maken. De mensen denken dus van oké, glijmiddel is zat en dan doe je het meteen. Nee, je moet wel iets laten ontspannen voordat het gebeurt. En dat kan je echt niet met alleen glijmiddel doen. Dat ja, maar anale seks moet je ook echt met iemand doen waarbij je je prettig voelt. Kijk, ik snap als je voor de eerste keer aan seks begint, dat je denkt, oh, even snel iemand pijpen toch, want ik ben benieuwd hoe dat is. Maar anale seks, als jij je niet ontspannen voelt, dan span je alles aan. En als je dan geneukt wordt... Ja, dan weet je niet hoe in het dak komt. Dat voelt echt niet prettig. Het gaat over anale seks, is communicatie echt super belangrijk. Mm-hmm. Je moet weten of je iemand pijn doet. Weet je, van tevoren inderdaad het schoonmaken en everything. Je geeft nog even een check-up. Vind iemand waar je echt ook ontspannen bij voelt. Ja, dat is inderdaad. Want vooral voor jongere mensen het idee van dat er bijvoorbeeld poep op iemands penis komt of zo. Dat vinden maken mensen zo erg groot in hun hoofd. Het is de artiestenuitgang, dus dan is het ook wel dat er af en toe ook wat anders daar kan zitten dan als je seks hebt. En ik denk juist als je daar heel moeilijk over doet, dat is wel iets wat je dan juist onder spanning brengt en juist je darmen op gang brengt. Dus dat wel iets is wat dan vaker misgaat. Heb je nog een essentiële tip voor anale seks? De belangrijkste tip is denk ik voor mij echt gebruik genoeg glijmiddel. Ja. Je kan altijd op jezelf vertrouwen, maar niet altijd op een ander. Voor wat betreft condoomgebruik bijvoorbeeld. Oh, ja. Is het natuurlijk altijd belangrijk dat je dat wel doet. Het veilig doen. Ja, ik heb meestal de gesprekken wat ik lekker vind, niet in het echt, maar online of zo. Dus via WhatsApp van tevoren, dan vind ik het niet gek. Of als je in bed ligt, een beetje kinky type. Maar niet als iemand iets gaat inspreken of zo. Vind iemand bij wie je op je gemak kan voelen, bij wie je durft te exploreren, te ontdekken. Want op die manier ga je jezelf kunnen ontspannen en ga je het ook van kunnen genieten. En wat is nou echt een no-go? Droog erin. Ja, dat is echt een no-go. Dus als je het niet wil, moet je het ook gewoon niet doen? Ja, te snel willen. Als je twijfelt over iets,
en je doet het en je twijfelt daarna nog steeds, doe het dan gewoon niet nog een keer. Niet gelijk erop willen springen. Ik denk dat je gewoon minstens een uur voorspel moet hebben. Wil je een hele leuke nacht hebben, voor sommigen. Maar je doet wel alleen voorspel met iemand met wie je een echt een leuke klik hebt. Kijk, als het even een zaadlozing is omdat het eruit moet, ja, dan ga ik geen voorspel lopen. Nee, ik ook niet. Dan duurt het echt te lang. Oké. Laten we eens kijken naar de video van de dag. Ik vind het al wel meteen heel heftig. Oh ja, nou, goede communicatie. Oh ja, dat is... Oké. Maar nu vraag ik me wel af wat voor voorspel ze hebben gehad om dit te doen. Ja, je ziet dat ik krijg echt bloed heet, hè? Wil je meer zien van Sexpedia? Ga naar npo3.nl/sexpedia voor meer informatie.